heeft je gemotiveerd om te kiezen voor ondernemerschap als carrière? Je hebt een deel aan beantwoord. Dat is een hele makkelijke vraag. Ik heb niet gekozen. Ik ben erin geboren. Vanaf ik me kan herinneren, werkte ik. Ik heb geluk gehad dat mijn ouders niet streng waren, maar ze hadden wel een hele simpele, duidelijke richting. Als je geld wil hebben, moet je werken. Je gaat het niet krijgen van ons. Dus vanaf ik me kan herinneren, mijn 14e of mijn 13e of zo, werkte ik in het bedrijf, andere familiebedrijf. En, op de haven? Mijn eerste baan was in het archief van VSH, beneden in de kelder. Met een stofmasker en ik moest alles ontstoffen en regelen en organiseren. Mijn tweede baan was op de haven. VSH deed toen pakkettendiensten. En fun fact, want ik was echt, nu ik terugdenk, was ik echt al jong gestimuleerd om te ondernemen. Ik werd betaald door VSH salaris om die werknemers daar te helpen. Ik was hulpjongen, dus ik moest alles doen van organiseren tot dozen regelen van pakketten die kwamen. Maar toen ontdekte ik dat klanten hulp nodig hadden om een doos te brengen van ons magazijn naar de auto. Ja. En ze waren bereid geld ervoor te betalen. Dus op een gegeven moment werkte ik niet meer. Ja, de business in ik een business. Ik had een business in een business waarbij ik 2 gulden of 2,50 gulden per doos ontving. En ik verdiende in een week meer dan ik in een maand verdiende op mijn salaris. Totdat mijn vader het ontdekte en ik heb flink van langs gekregen, maar dat mocht niet. Ja, natuurlijk niet. Je moet je focussen op je werk en je kan geen business in een business hebben. Gelijk had hij hoor, maar hey man. Maar ik kan me ook herinneren dat hij je ook heeft gezegd, Joey, en je betaalt geen loonbelasting en AOV als je zwart geld werkt. Ja. En dat is een no-no. Ja. Vanaf ik mijn eerste baan heb bij VSH, betaal ik AOV, pensioen en loonbelasting. En de eerste keer dat ik mijn loonslipje zag, dacht ik, maar wat is dit? Maar ik dacht, sorry man, no special treatment. Je begint zoals iedereen, onderaan de ladder, voor het laatste loon. En I'm happy, hè, want dat heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben. En ik ben niet ontevreden over mezelf, so that's good. Good. Oké, en als ik die vraag bij mezelf moet beantwoorden. Ik heb 10 jaar op de Hagerinbank gewerkt. En, ze kan heel goed geld tellen. Ja. Als je ziet hoe ze geld telt, het is echt met haar vingers zo. Ja, en dus ik heb 10 jaar op de Hagerinbank gewerkt. En toen werd jij geboren. En die tijd was de belastingschijven waren progressief. Dus mijn salaris werd bij die van mijn man opgeteld. En daarover betaalde je belasting. Dus eigenlijk werkte ik voor heel weinig geld. Als ik een babysitter moest betalen. Toen hebben we besloten dat ik ga stoppen. En me een beetje concentreren op die kinderen. Want ik heb 5 jaar. Zijn 3 kinderen geboren. Toen ben ik gestopt. En daarna verveelde ik me stierlijk. Ik stond af thuis. En als je man thuis komt, dan wil je vertellen hoeveel poepluiers er zijn geweest. En dat was niet belangrijk. Dus toen. En toen heeft Jim me gevraagd om hem te helpen, VSH, met het opzetten van een kantoorhandel. Dat was in de kelder in de Kromelleboogstraat. Waar ik heb gewoond. Waar je hebt gewoond ook, ja. En toen heb ik hem daarmee geholpen. Ik ben alles in kaart gebracht. Ik heb onderzoek gedaan, inkopen gedaan. En toen was het project daar. Toen viel ik in een gat. Want toen moest ik weer huisvrouw zijn. En toen besloot ik, misschien moet ik zelf iets gaan doen. En zo is het idee geboren. Het is een grote omschakeling. Hè? Want eerst was je werknemer. Ja. Je was altijd werkte voor iets of iemand. Ja. En een switch naar ondernemer. Ja, precies. Je bent verantwoordelijk voor alles zelf. Ja. En je werkt basically je hoofd eenmaal 24 uur per dag. Want om 5 uur stopt het niet. 6 uur denk je nog eraan. 7 uur, 8 uur s'avonds denk je nog aan ideeën. Ja. Dus. Maar ik heb ook een vrij strenge opvoeding gehad. Opa en oma Douglas, die waren... Voor jou alleen waren ze streng, maar voor mij waren ze niet streng. Nee, kleinkinderen niet. Maar eigenlijk als je van jongs af aan hebt geleerd en genoeg discipline. Ja. En dat als je met iets begint, je door moet gaan. Ja. En je moet het je best geven. Meer dan je best kan je niet doen. Dus you have to give it your all. Dan gaat het zeker, one way or the other, gaat het goed komen.
Dus dat heeft gemaakt. So, dat is dus eigenlijk... Nou, dankzij dat gat ben ik hier dus samen met je. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.